Zie je me gaan. Ik dacht echt, we worden het hotel uitgestuurd. Ik had de muziek echt ziek hard opstaan en op een gegeven moment horen we keihard geklopt. Nou, keihard was het niet. Maar ze hebben niet housekeeping. Het valt wel. Ja, ja, het is maar... teringkaal, gast. Het gaat ergens fout. Normaal. Wat ben jij sexy op die kamer? Gisteren wel een mooie fotoshoot gehad. Dat hebben we zeker gehad. Hoe heet het? De chicks fixen, dan fixen het later allemaal die fotoshoot. Dat is serieus wel waar. Het is echt een dikke fotoshoot. Maar jij gooit hem ook gewoon op Tinder, die foto. Hé, hey, er kwam ineens geen bum uit. Kijk wat hier nog ligt trouwens. Ja, besef dat het zo chemisch is dat ik gewoon het verf gewoon weggerold. Ik wist überhaupt niet eens dat hier een opa was. Kom naar de kelder. Als het goed is, is hier ons ontbijt. Fucking chicken, wat? Hier, broodje omelet met spek. Dat is bro, perfect. Dat is tering. Ja. Ik ga gewoon hier chappen. Zeg eens wat. Ja, gisteravond was teleurstellend. Ja. Nieuwe dag, nieuwe kansen. En wat vind jij ervan? Ik, hè? Ik vind dat we eigenlijk aan de bier moeten. Ja, mijn broer, jij bent echt goed voor elkaar. Ja. Ja, top, dit is een raadworst. Hij is ook dik. Ik vind dit ook best wel een lekker broodje. Dag 2. Wat vinden we ervan? Helemaal kut. Ik ben bij Random Chicken. Ja, film in de discotheek. Wat zou ik ook weer zeggen? Oh ja, we zijn in de Mediamarkt. Pick me up. Ja, gewoon op al die laptops. Gaan het op al die laptops zetten. Oh, je hebt het daar ook al opgezet. Huh? Dat is tering. Ik heb het daar niet eens opgezet. Dan is het gewoon gekoppeld aan elkaar. What the fuck? Ah, kijk. Tering dik. Ik snap er even helemaal niks van. Ik kom vanavond vinger verven. Kom, we gaan vanavond vinger verven. Nee. Marsepein. Het ziet eruit als een fucking sponge. Maar het is marsepein. Dat ziet eruit als een fucking schoonmaakspons, gast. Wat is nou het verschil tussen marsepein en fondant? Ja, dat vraag ik me ook af. En dat weet ik dus nog. Ja. Sorry, jongens. Hey. Hey, Niek. Neem maar partypoppers mee. Heeft hij nou serieus een discolamp gehaald? Ja, dat is tering. Bro, kom lasers halen. Ja, heb je ook lasers? Heb je ook lasers? Ja. Dat is tering dik. Kom ons eigen discotheek bouwen, gast. Stinkt hier. We gaan gewoon die kant op. Het stinkt hier echt vies. Gewoon. Niet normaal. Nee, maar mijn navigatie zegt dat het hier is. Nee, dat reuzenrad moet er zijn. From the garden, by the garden, on the willow tree, from tiptoe through the tulip with me. Oh ja, dat is daar achter. Thorwald bel, Thorwald! 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 Hij zit achter de auto! Thorwald! Thorwald! Doei! Vika! Vika, hallo Canada! Je komt ook in de vlog! Kom ik
Doei doei! Diefsting, zak. Dit is nostalgie, hé. Het is echt zo'n horrorkelder waar je gewoon beesten op of zo. Waarschijnlijk is het gewoon een wijnkelder, maar ja. Laat. Wat een ziek restaurant dit, hé. Dames en heren, wacht, er zit even. Er zit iets op de kamer. De lens. Dat werkt. Ja. Maar vertel. En deze guy heeft een planning. Of hebben die al verteld? Oh ja. We gaan nu terug naar de hotelkamer. Gaan we even de hotelkamer ombouwen tot een discotheek. Want we hebben allemaal mooie lampjes gekocht bij de Action. Ja, kijk eens. Kijk. Zo'n discobal, beerpong. En het doel is om chickies te fixen, toch? In de hotelkamer. Hij wil chickies fixen. Hij ook wel. Ik? Nee. Nee, want jij gaat meer voor de mannen, hè? Ja, ik ga voor de mannen. Nee. Oh shit. Hier, we gaan een podcast opnemen. Vandaag zijn wij een goed nieuwe podcast. Ja, vet. Roelie, kom eens. Kom eens. Wat heb je gezien? Luister. Check die pop. Het is echt leuk. Het is gewoon. Dit doe ik ook. Hoe vinden wij dit ook weer? Dit vind je alleen door een buiten het zijstraatje te kijken. Ja. Hoe vaak is zij zo raar? Zweverige technoplaten maken. Ah, we gaan weer verder. Ik wil naar de hotelkamer. Back to the hotel. Even denk dat die hele team in hotel naar beneden gaat. Oh. Het doet van ons. Kom hier een techno remix van zoeken. Gaat hier allemaal helemaal goed? Ja, true, maar we moeten hem terugbrengen, want ik heb hem gesloopt. Dus nu gaan we zeggen dat hij niet goed. We gaan wel even op de go-scooter. Ja, dus we gaan nu op de go-scooter. En gaan Steam weer ophalen. Oh, die is... Moet je hem nog naar beneden? We hebben dat knopje niet ingedrukt. Ja! Hij doet het wat top. Ja, dan moet je via de app doen, toch? Bro, deze moet er nog... Teringhond! Hij piept bijna! Kan deze er nog in? Kan deze er nog in? Maar waar trok jij aan? Van de bovenkant. Oh. Ai, let's go! Let's go! Dit gaat fout! Bro, de Action is de andere kant op! Doet! Ja! Antwerp. The place to be. Hem eigenlijk. Ik heb geen idee. Het is heel kut waar wij nu rijden. Ik ga uit voor de voetgangers.
Waarom moet hier niet? Het is kort en overpikken. Ah, ik hoop dat we deze nog wel kunnen pakken. Nou, dat was gezellig. Flikker. Zet hem op de standaard, lul. Nee, jij gaat erop zitten. Nee, ik ging wel wilde eraf. YouTubers! Let's go to the action. Nou, het was even gezeik, want hij was kapot, zo'n ding. Maar nu hebben we een nieuw gefixt en nu kunnen we weer een discotheek houden in onze hotelkamer. Waar is de steam nu dan? Wat is dat nou weer dan? Een laserlamp. We hebben jou ook weer gevonden. Weer die steam. Ik ben zo blij dat ik jou aankomende paar maanden ook weer even gewoon niet meer zie. Omdat je zo ver woont. Dikke sukkel, ja. Hey, steam! Second time that I'm in the vlog right now, so for now we're gonna speak English, if it's okay for you guys. We're going international. Yeah, so it's... Ja, cool. En hierna gaan we uit de hotelkamer, want ik heb echt zin in eten. Oké, okay, hey, Bob. 3. Wacht. Het ligt eraan hoe laat het is. Ja, nee, ik weet het sowieso, maar... Broer. Nee, gast. Roelie is gewoon... Nee, ik moet geen... Nee, broer. Ja! Ik ben nerd. Nu ben ja, trainen deed ik sowieso al, maar nu ben ik niet meer aan het bulken met gezond noten eten. Nu ben ik echt sla aan het eten en plantjes en dat soort teringtroep. Ja, gaat er ook. Bij mij? Ja, ook gewoon de bril zelf. Bij mij is je echt... Hallo. Pas niet eens achter mijn oren. Dit gaat de verkeerde kant op. Kijk wat voor teringbuis het hier is gehast. Volgens 100 keer 100? Dat is 1000. 10.000 tiks. Ja, ik verbeter mezelf. Nee. Ik verbeter mezelf. Ik zei 10.000. Ja, weet je nog wel. Wie sinds vertig jaar? Hey, Stinus. Feestie! Ik ga met de go-scooter. Nee, we gaan niet met de go-scooter. Ik ga niet helemaal lopen. Dat kan niet. We kunnen niet met de go-scooter. Waarom? Ik heb niet meer bier. Omdat we met z'n vieren zijn. Volg mij op Insta, jongens. Volg me op Instagram, Steam Official. En Facebook juist hetzelfde. Alleen is Facebook een beetje dood, maar voor de rest is het oké. Maar dit knip ik eruit, hè? Ja, knip je eruit. Nee, ik knip het er niet uit. Ik gun je die promo. Tot nu toe heb je het mooiste moment in de vlog meegemaakt, dus dat is mooi. Die was weer lekker, bro. Jij bent echt die knip je eruit. Jij bent echt op de vrouwtjes vanavond, hè? Zeg. Ja. Op mijn way naar een café en dan, gaan we even wat eten, denk ik, hè? En dan gaan we naar een club of zo. Ja, vind ik een goed idee. Blijf houden. Teringhoog. Dat ding gaat niet normaal hoog. Bro, als die guy vanavond geen fucking kamer pakt, weet ik het ook niet meer. Deze guy die krijgt vrouwen in zijn kamer geslingerd, gast. Ze hebben €50 als je pot gestoken. Ja, geef dit dan. Tering. Dat is gewoon 30 meter hoog, gast. En hij vangt hem gewoon. Ja. Niet normaal, ik gast. Ik snap dat niet. We moeten zo nodig zeiken, dat is echt niet grappig. Dit is echt niet... Er zijn ook gewoon meerdere wc's, of niet? Nee. Oh. Nee, gast. Oh, ik moet zo nodig zeiken. We moeten zo nodig zeiken. Ik ga ook gewoon op de vrouw wc, hoor. Wat lucht dit op, hé? Oprecht. Ik weet niet, volgens mij zit ik op een gehandicapte wc, maar ik moet echt heel nodig, sorry. Echt. Nee, ik zit niet op een gehandicapte wc. Maar het was voor onbevoegden. Nou, ik ben op dit moment bevoegd, want ik moet... Heel nodig naar de wc. Ik ben blij dat ik even naar de wc kon, hè? Ik heb het meegemaakt. Er loopt juist een kerel voorbij, een gast, mijn meisje. En ik kijk heel de tijd naar hem en zegt, hey, alles goed, joh. Naar mij gewoon, ik ken die niet eens. Uh-huh. Ja, ik ben gewoon bekend, jongen. Ja, je bent daarom. Ik ben gewoon bekend. Nee, dat is dus het maakt toch geen reet uit? Dat is toch mooi? Ja, dat is gewoon leuk. Jezus. Nou, we gaan weer verder. Lekker. Naar ons avondeten. Oké, we moesten even in de rij staan. Inmiddels zijn we binnen en krijgen we een broodje. Maar inmiddels zitten we nu in een restaurant en het duurde heel even. Hoi, aan de andere kant staat alles. Ja, ik kan het niet zien.
pasta. Zitten jullie te kijken? Oh. Ik dacht dat het een woordgrap was. Nee, dat was het mixed team geweest, maar dat klopt. Jij bent zo van de kaart, gast, echt niet honderd. Ik ben helemaal van de kaart. Naar de klap. Oh, je kan ook wijn nemen, jongen. Ja. Een flesje vier. En de bestellen, kom maar hier, oké, nee, kom maar. Ja. Mag ik die bollen eten? Drinken. Bollen. Ja. Wat was al gezegd? Wij graag een bericht van de heer. Hoe is spaghetti bolognese? Drinken? Drinken had ik al, dat was een ijsje. Ijsje green. Oké, dat heb ik. Ja, en die hoe? Mijn bolognese ook. Drie bolognese. Vier bolognese. Ja, ja. Drinken. Cola. 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 Dat zijn we voor een okay, ja, originele motherfucker. Ja, ja. What the fuck gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier, gast? Ja, er gaat iets heel fout in het hotel. Restaurant. Ja, wat zijn jullie op hotel? Oh. Nou, hoe? Ik heb dat ook bij me vertellen. Kan ik het ook niet? Allemaal spaghetti. Oh. Ja, als je dit blijven... morgen allemaal hoort, ja, we moeten blijven volgen. Ik denk dat je zo'n stuk gaat, gast. Ja, om mijn eigen kut hoofd, hè. Je bent dit ook gewoon al om rond etenstijd en we moeten nog de hele avond. Ik was vergeten dat we aan het vloggen waren. Maar hoe vind je het eten? Het eten was heel lekker. Was? Ik heb het al op namelijk. En wat vond jij van het eten? Ik vond het heerlijk. S-team, was het eten lekker? Top. Nu nog de rekening. Ja, valt mee. Minder je betaald kan. Ik heb trouwens ook een pukkel op mijn hoofd, jongen. Dat is niet normaal. Hoe komt hij daar ineens ook gewoon? Dat is echt... niet normaal hoe die pukkel daar komt. Kom in het interview is het zo. Wat zou men? Jee. Dames en heren, kijk mijn pukkel. Ik ga mijn stoel in. Zo, hé, klaar. We gaan nu naar de discotheek. Let's go. Steam! We zijn, ja, het is zo moeilijk om te vloggen, maar we zijn per ongeluk een winkel ingelopen en het is echt zo vaag. We zijn ook gewoon mooi. Maar kijk, even dit ook gewoon. Maar alle discotheken zitten nu vol. Nou ja, niet vol, maar het is gewoon niet chill. Dus nu gaan we naar onze favoriete discotheek, weet je, ik wil waar later, mensen ons kennen. Ik wil later mijn eigen club openen. Ja, dat is zo hard. Ja, maar ik ben er niet mee aan het lachen. Ja, nee, maar ik ook. Dat lijkt me echt leuk. Zoals nu dat festival wat ik organiseer, lijkt me ook keihard om dat gewoon door te blijven zetten. Hé, hey, wij moeten zo meteen draaien! Let's go, we gaan draaien, boy! Oké, maar we waren dus in een discotheek gekomen. En op een gegeven moment waren wij gevraagd om te gaan draaien. Dus nu gaan we gaan. Nu moeten we meteen draaien. Want die mensen kennen ons. Echt geweldig. Ja, wordt wel lachen, wordt wel leuk. Wil je ook nog wat zeggen? Het wordt straks fucking light. Hij gaat draaien en hij. Ik moet het gewoon gaan vieren. We gaan gewoon rocken. Ik moet zijn. Ik ga daar. Jongens, ik zwijg nu. Precies, we gaan. Dik. Maak een wheelie, bro. Hè? Maak een wheelie. Nee, dat kan ik niet. Yo, waar ben jij? Ik ben, wij zijn bij het normale hotel. Waar ben je? Vertel, waar ben je? Waar ben jij? Hey, Pik. Wat? Tering, hé. Oh, waar de fuck was jij nou? Ik was gewoon in mijn hotelkamer. Nee. Huh?
Waar was jij, gast? Nee, ik was gewoon op de hotelkamer. Was dat een poep of zo? Nee, ik was gewoon op mijn hotelkamer aan het chillen.